Ja, hier is Fischie weer. Ik ben hier samen met Remco. En dit is weer een wedstrijd in de 8e finale. Engeland, Duitsland. Is het ook de laatste of niet? Dit is de laatste. Nou, nee, toch? Is het nog een wedstrijd? Bedoel je qua schema? Ja. Nee, we hebben nog Zweden-Oekraïne vanavond. Dus doen ze de topper om 9 uur, Zweden-Oekraïne. Ja. Zo, een goede. Ja, dat is natuurlijk al van tevoren al gepland, maar. Engeland-Duitsland om 6 uur. Dus ja. Wow, een leuke wedstrijd op zich natuurlijk, zou je zeggen van tevoren. Al vind ik de ratio wat hier staat in FIFA, vind ik best wel hoog. Maar het is wel schat, precies omdat bij Engeland, dat wil ik nou zeggen. Van tevoren werd Engeland echt geroemd om de voorhoede. Echt, ze hebben misschien wel 6 spelers die voorin kunnen spelen, die bij het Nederlands elftal met gemak in de baas zouden spelen. Maar ja, achterin zijn ze heel zwak. Nou, en wat heeft Engeland maar 2 doelpunten voor en 0 doelpunten tegen? Dus ze zeggen dat het echt dat ze veel meer goals zouden scoren en veel meer tegen zouden krijgen, maar dat is niet zo. Dus ze zijn redelijk stabiel. En ja, Duitsland is geen pijl op te trekken. Dan blijven nog die Duitsers. Ja, die spelen tegen Hongarije echt heel slecht. Ja. Maar nou, als dat een slechtste wedstrijd is van het toernooi, dan tegen Portugal waren ze heel goed. Ja. En zij hebben natuurlijk hierna dus gewoon de winnaar van Oekraïne en Zweden. Ja. Dat is Oekraïne. Zweden. Ja, denk je wel? Nee, Zweden. Ik weet het echt niet als ik hier weer ben, toch? Ja, ik denk toch Zweden. Ja, je zou zeggen omdat Oekraïne... Maar ja, die waren tegen Nederland ook. Die hebben 2 spelers. Die hebben die spits van in België gespeeld. En die hebben die Jarmalenko. Ja, voor de rest zou ik geen speler meer kunnen noemen. Die ook tegen Nederland scoorde, toch? Ja. Tegen andere... En dat waren de enige spelers die konden scoren, had ik het idee. Ja. Ja. Ik vind het een belastige hoek, trouwens. Ik vind Engeland en Duitsland allebei niet zo... Ja, maar ik zeg Duitsland. Ik denk dat ze tegen een topland zich ten eerste beter kunnen opladen. En dan vind ik ze zeg maar aanvallend en verdedigend vind ik ze beter dan Engeland. Engeland heeft Pickford, hè, als doelman. Ja, sorry, maar dat is echt heel slecht. En Duitsland heeft de Neuer. Dat is wel het verschil. Dat klopt, ja. Dat ik denk dat Duitsland veel meer gebalanceerd is. En daarom zeg ik Duitsland. Ja, ik ook. Ik blijf het toch die Duitsers vinden. Dus ik denk... Duitsland wint naar strafschoppen 1-1. Ja, wat? Het kan toch? Ja. Wat? De Engelsen zeggen altijd van ja, het is 11 tegen 11 en het einde winnen de Duitsers. Dus dat zou zo maar kunnen. We gaan het zien. Over naar de wedstrijd. Nou, is toch Wembley? Wembley? Toch? Ja, ik speel in ieder geval. Maar voor mij is het niet Wembley. Maar is pas Wembley staan inderdaad weer de halve finale en de finale. Halve finale, finale, ja. De laatste 3 wedstrijden zijn toch in Wembley, ja. Dat is wel logisch natuurlijk vanwege die coronabubbel. En ze mogen nu, hebben ze al gezegd, 60.000 mensen in, hè, de laatste wedstrijd. Dus het volle bak. En scoort Kane ook als 1 speler in 1 schot op doel gemaakt. Na 3 wedstrijden of zo. Het begint allemaal bij... Hij zit wel in de basis, maar hij was mijn potentiële topscorer, maar hij bakte gegeven dat wel. En dan de toch ook knappe afronding van Kane, want zo makkelijk was het niet hoor. Dan gaan we. Hij is ijzersterk en hij kan scoren. En... Nee! Hij gaat tegen de lat. Nou, lopen. Kai Havertz. Listig. Ja, tuurlijk. Goed verdedigd hoor. Ja, maar die houdt Gnabry even bij. Phil Foden. Wat kunnen de Engelsen met deze aanval? Al vroeg onderschept die bal. Ik zit te denken wie nou de andere centrumverdediger is. Dat is niet Ginter. Deze bal levert geen probleem voor hem. Ik heb ook niet echt opgelet, moet ik zeggen. Harry Kane. Ja, maar als het, ik drukte niet eens iets. Ik liep gewoon tegen je aan. Over die situatie is... Oh. Ja, gaat hij hoor. Zo! Zo! Ik denk, nou, laat hem schieten, maar dat moet ik niet doen, dat is schijnbaar. Jezus! Je hoort hem alleen maar. Goretzka. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. We hebben best wel verrassend veel doelpunt gemaakt, vind ik. Gewoon dit EK.
Nou ja, het was een beetje saai, vond ik eigenlijk, maar het valt wel mee, de laatste paar wedstrijden. Ja, maar ik had echt heel veel, ik dacht van heel veel gaan met 0-0, 1-0, 0-0. Het zal allemaal 0-0'tjes en zo worden, ja. Maar het is geen enkele 0-0, toch? Oh, eentje gewoon. Spanje, Zweden of zo. Maar van Spanje rond de 40 kansen zo had. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Jezus, mensen, snel ben jij. Leon Goretzka. Nou, rennen weer met z'n allen. Op een knaap. Oh, niet op een knaap, weer op Klosterman. Hey! Nou! En bij het spel? Oh my. Dan is het Kai Havertz. Niet te verdedigen, dat dan. Niet te verdedigen. Nee. Maar dit was voor mij ook een beetje uit. Dat was echt in het begin helemaal overpowered, die harde voorzetten. Is ook niet misselijk, hè? Leroy Sané. Alleen de... Oh my god. Oh! Nou! Die kan erin! Goed erin. Zonde zeg dat hij er niet in gaat. Ja, nu blijft de voorsprong 1 doelpunt. Sturing, ja, die is echt snel. Op de brommen zegt ze dat toch? Krijgt de man. Oh! Toni Kroos. Nou! Oh-oh! Dat is grappig. Nou, jongens, daar gaan we. Doei, later. Ik ga nog eens, protest. Doei. Rood, doei. Later, Chris. Echt niet de bedoeling, dit hoor. Hij deed ook een andere beweging dan ik wilde. Nou, rood. Heb maar. Nou, hier hoef je niet over te twijfelen. Nou, ja, pak hem maar. Ja. Het was ook gewoon door. Maar het was meer gelukkig dat mag die ook door je spoortje nog heen. Geen twijfel over mogelijk. Prima beslissen. Ja, noodrem is dit. Ja, maar dat was niet de bedoeling met noodrem. Rust maar even goed neerzetten erachter. Waarom die klote vrije trappen? Hey, hey! De bal hier, heb je hem hoor. Ja, dus daar heb ik nog één paasje. Oh, dit moet een doelpunt worden. Hij probeert het met een stift. De lat. Het spel gaat verder. Het bereiken van de rust is de stand 2 tegen 1. Verdediger uit, aanval erin. Keeper gewisseld. Duitsland lijkt naar de keeper gewisseld, zei dat nou? Ja. Waarom? Rashford erin in plaats van Philips. Aanvallend. Henderson erin voor... Maar het is ook een schande als Rashford niet begint sowieso, want ja, dat is goed zijn. Wat? Nou, Rashford is sowieso echt goed. Bij mij speelt ook in, op het EK gewoon niet. Zo Kane die raakt geen knikken, maar die... Oh! Dat moet beter. Nou, wat? Kan hij dat belopen? Kus. Overal net te dichtbij alles. In het midden van de 16. Keeper stopt de bal weg. Deze Mount. Niet veel heeft te klagen over zijn spel in de eerste helft. Ah nee, die moet je sprinten wel laten trekken. Kom op, nooit dat je al klem mogen hebben eigenlijk. In ieder geval. Is het toch groot of niet? Is dat waard? Ik denk dat die trainer de spelers beter tot rust kan manen. Ik wist eigenlijk niet eens wat ik wilde gaan doen, maar. Straks gaat er ook nog een speler van het veld. Ja, dit is een gele kaart met risico's. De paas naar de andere kant van het veld. Bijna rode kaart ook gevallen, trouwens. Nou, dat weet je natuurlijk niet, maar deze. In ieder geval in de eerste ronde. Eén dacht ik. In het midden van de 16. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Nee, 2 volgens mij. Marcus Rashford. Er ligt ruimte voor de counter. Zag er goed uit hoor, die counter. Maar ze verliezen de bal. Ja, het was eigenlijk mooi dat ik te laat was. Mason Mount. Daar is Marcus Rashford. Harry Kane. Nee, keeper! Wat komt die sloom uit omdat hij zijn broek heeft gescheven? Zo liep hij. Maar met de bal knippen komen ze nu toch langzij. Je ziet het al vaker, Estier, dat een elftal dan tegen een ploeg in ondertal komt te staan. En vervolgens niet meer. Harry Kane.
Nou, hier het schoolvoorbeeld ervan. Met de man meer op het veld toch tegen een tegentreffer aanlopen. En wie weet wordt het nog erger. Kom maar, nu met loop mee. Donnie Kroos. Balbezit veroverd. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Dit is echt ongelooflijk. Blijft in het spel. Echt een déjà vu met de vorige wedstrijd die we speelden. Ik kijk me dan. Ah, come on! Het wordt nog maar eens bewezen. Oh, ja, dat is de ruimte! Daar is de ruimte! Daar is de ruimte! Ja! Wat een geluk! Wat een geluk! Ja, wat, ja, daar was die ruimte. Oh. Yo, kijk dat. Oh, ik ben toevallig bij me. Welkom bij FIFA It's in the Game. Schitterende steekpaas, maar de doelpaal physics en dit. Hij had veel meer kunnen betekenen. Zeker als de inzet in die hoek terecht komt. Zo. Engeland. Oh, wat? Ze niet willen verliezen. De extra tijd is inmiddels ingegaan. Gaan weer. Kun je het even gaten, Kaas? Oh! In de terug, hoor. Oh. Ja, maar oh my. Dus wel je... Ja. Midden voor het doel gegeven. Wat? Goed uitgespeeld, dit. Is dat, want als die paas was aangekomen, had het desastreus kunnen zijn. Nu of nooit. Oh, come on! Je wist dat het ging komen, die paas. Ja, wist ik, weet niks, maar... Oh. En hij is er door. Game over. Oh, nee! Oh, hij weer bij de kaas. Ik verpest het weer. Oh, kaas. Oh. Come on! En na dat laatste fluitsignaal van de arbiter zit deze wedstrijd erop. Oh, wel een leuke wedstrijd. Als je dit een enorme kans laten liggen om hun voorsprong in het klassement uit te bouwen. Dat doel zo, de scoreverloop is ook wel loopt lekker. Loopt die hoor, de coach van Duitsland. Ja, een game pace heeft hij. Jawel, ja, hij is heel erg. Ja. Jongen. Die kijkt al Duits, hè, trouwens. Ja, Duits, ja. Wat hè? Hij zegt zo, hij ziet een beetje echt zo'n Duitse lijkenarts, zeg maar. Ja. T3. T3, ja, ik heb een rode kaart natuurlijk. Zoveel scoort Engeland niet, maar... Wat hè? Ja, zoals Engeland heeft 2 doelpunten gescoord het hele toernooi, dus... Ja, dat zegt niet zoveel natuurlijk, maar... Hoezo, ze hadden ook niet een hele moeilijke pool, hoor, met ik weet niet wat de pool is. Like even deze video dus, tot de volgende keer, bye bye, en later.